Luidjes, bedankt voor het kijken naar alweer een nieuwe video waarin we een complete boosterbox, oftewel 36 pakjes Evolving Skies gaan openen. En op zoek gaan naar de vele, vele alternate arts die in deze set zitten. Laten we gelijk beginnen. Dit is hem, de eerste boosterbox van Evolving Skies die we gaan openen. Komt ie. De code alsjeblieft. We geven de codecards eigenlijk altijd weg in alle video's. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Check vooral alle andere video's. Mochten niet alle codecards al weggehaald zijn. We hebben een Golduck. Een Tentacool. Een Hoppip. Een Dino. Mareep. Wobbuffet. Ik ga wegdoen. Dreamball. En achter de Dreamball is onze eerste hit. Een Raichu Holographic. In de vorige video heb ik een polletje gestart. En heb ik aan jullie gevraagd van wat vinden jullie nou de prettigste, nou ja, tijd, hoe lang een video duurt voor een pack opening. En in het polletje kwam uit dat de meeste van jullie, 67% zo uit mijn hoofd, het prettig vindt om een video die maximaal 10 minuten duurt te kijken. Dus ik ga proberen de video zo kort mogelijk te houden. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat betekent niet dat we alles gaan overhaasten. Want ik denk nog wel dat als we een hit hebben, eigenlijk zeker als we een hit hebben, dat we eigenlijk met z'n allen gewoon even kunnen genieten, slash de kaart kunnen bewonderen. In plaats van als een speer er doorheen te gaan. Dus ik heb eigenlijk het volgende bedacht. Terwijl we hier een Lycanroc VMAX spoelen. Het tweede pakje is gelijk een hele mooie Lycanroc VMAX. Hele, hele mooie kaart. Hit nummer 1. Waar waren we gebleven? Ja, het kwam in ieder geval op neer dat, dat velen van jullie dus kortere video's zouden kijken. Nogmaals, ik ga er niet doorheen jagen, maar ik heb het volgende bedacht. Is als we een groene codecard, zoals hier, hebben. Laat ik uiteraard wel zien. Dat we geen card trick gaan doen. En dat we eigenlijk gewoon rechtstreeks skippen naar de reverse en naar de rare. En dat we bij een witte codecard, die we net eens hadden, wel gewoon het kaarttrucje gaan doen. En voor de mensen die niet weten wat het kaarttrucje is, ik zal het eventjes snel laten zien. De meeste van jullie weten het wel, maar het is altijd misschien wel iemand die niet weet wat het kaarttrucje inhoudt. Kijk, nou, dit is een groene. Normaal gesproken zouden we die skippen. Ik ga het even snel laten zien. Het kaarttrucje is eigenlijk 1, 2, 3, 4. Pak je van achter. Doe je naar voren. Zodat je begint met de energy. En dat achter het pakje, of achteraan jouw tafeltje, meteen de rare is. Ik hou het een beetje spannend voor. Maar dus, wat ik dus wil proberen, is bij de groene gaan we gelijk door naar de rare zonder kaarttrucje. En bij een witte gaan we het kaarttrucje wel doen. En zo denk ik dat we de video's kort kunnen houden. Maar toch nog een beetje kunnen genieten van de pools. Hier hebben we een groene. Hier is de codecard. Alsjeblieft. Ik heb weer 1, 2. Ik moet er zelf ook nog een beetje wennen. Ik deed het in mijn vorige video af en toe ook. Maar het is niet standaard. Normaal gesproken doe ik altijd een card trick. Dan hebben we hier een timepool. Weer een groene codecard. Alsjeblieft. En onze rare is 1. Voor je Eevee. Ice Cube en een Sesmitoad. Ja, dus ik ben eigenlijk oprecht wel benieuwd wat jullie van dat idee vinden. Vinden jullie het een goed idee dat we bij een groene kaart gelijk skippen naar de rare? Of hebben jullie zoiets van, nou, liever niet? Laat het me gewoon weten in de comment sectie beneden in de video. Ik ben oprecht benieuwd naar jullie meningen. Het is voor mij ook een beetje nieuw om alles te gaan skippen. Maar ik denk wel, zeker bij een boosterbox, dat het kan gaan werken. Oh ja, en trouwens, als je ook kijkt en je denkt van groen en wit, wat houdt dat in? Nou, technisch gezien zal je elk pakje die je opent, voordat je hem opent, kan kunnen wegen. En wat Pokémon eigenlijk heeft geprobeerd, dit ik ook had, alsjeblieft, is onderscheid maken in pakjes waar een holo in zit. En onderscheid maken in een pakje waar geen holo in zit. En dat hebben ze gedaan met kleuren. En de groene codecards, deze, die zijn zwaarder dan de witte codecards. En zo proberen ze eigenlijk dus te voorkomen dat je de pakjes kan wegen.
En achter de Nuzleaf zit een Marshadow. Want uiteraard een holo of een V. Dat zijn dus de witte code cards. Zijn zwaarder dan de niet holo kaarten. We proberen ze het een beetje te compenseren als het ware. Ja, zo weten we dus van tevoren al. We kunnen eigenlijk gebruik maken van de situatie. Of we een hit hebben of niet. Dus wit houdt in. Minimaal een holographic kaart. Hier is de code card. 1, 2, 3, 4 van achter naar voren. En het is box energie. Kom op. Weinig box energie, jongens. Kom op. Ice Cube. Keer Bloem. Elemental Badge. Caravana. Dwebble. Een Mareep. Rousey. Braggy. De reverse is een Psyduck. Volgens mij hebben we een V-Max. En een V. Een Trevenant V. Ook een hele mooie kaart. Niet een van mijn favoriete Pokémon, om eerlijk te zijn. Maar mij hoor je niet klagen. Een V-kaart. Ik weet er dan niks. Ook die gaat in de Hall of Fame. We hebben nog genoeg kaarten in de boosterbox over. Genoeg pakjes. En als jullie toch in die comment sectie beneden zijn, laat gelijk even weten of jullie ook inmiddels Evolving Skies aan het open zijn. Ik ben oprecht ook wel benieuwd. En wat je favoriete hit is tot nu toe die je uit de set hebt. Ik heb nog niet heel veel Evolving Skies geopend. Vanzelf. En mijn favoriete kaarten zijn toch echt de alternatieve arts. De special arts, hoe je ze ook wil noemen. Voor mij was het de groene code card en doe ik de card trick voor niks. Excuses zeg ik, moet er nog steeds een beetje aan wennen. Maar zijn toch echt de alternate arts. Dat zijn echt mijn chase cards. Ik wil ze liefst allemaal poelen op camera. Het is bijna onmogelijk. Maar we gaan het wel proberen natuurlijk. Maar laat ook gelijk weten of jullie al een alternate art hebben gevoeld. En welke vooral. Een witte code card. Alsjeblieft. 1, 2, 3. En we hebben nu een boosterbox, oftewel 36 pakjes. Die product is, is eigenlijk is heel saai. Het is basically gewoon echt alleen maar 36 pakjes en meer krijg je niet. Ja, een stukje karton eromheen. Terwijl we in de vorige video openden we Elite Trainer boxen. En in Elite... Oeh, Gyarados VMAX! Kijk! Gyarados VMAX. Al twee VMAX'en tot nu toe. Uit een boosterbox, dat is niet slecht. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Idee, alsjeblieft. Op naar het volgende pakje. En dan heb ik geen idee meer waar ik het net over had. We hadden het waarschijnlijk over Alternate Arts, want ik ben dol op die Alternate Arts. Oh ja, in de vorige video openden we dus twee ETB's. En in een ETB krijg je dus dobbelsteentjes, sleeves, een mooie box. Op zich, zo'n ETB zelf is ook een heel mooi opslaghok als het ware. Ik doe de code card trick, is helemaal niet nodig. Hier is de rare. En dit was de reverse. Oké, heel mooi als opslagbox. Tenminste, ik gebruik mijn ETB's die ik open als opslagbox voor al mijn bulk. Bulk, oftewel kaarten die ik dubbel heb of zo, dat soort dingen. En ja, bij een boosterbox is het vooral, is het echt alleen een stuk karton met 36 pakjes erin. Ik heb voor mijn boosterbox zo'n €130 betaald. Ik weet dat ze nu inmiddels bijna niet meer te krijgen zijn. Heel moeilijk. Het is echt een kwestie van goed internet in de gaten houden. Hopen dat je iets voor de juiste prijs kan kopen. Maar ik heb deze ook al gepreorderd op het moment dat ik hem kon preorderen. Drampa. Voor mij was het weer een groene, excuses. Dat is wel een tip van mocht je echt bepaalde producten echt per se willen hebben. Je weet van tevoren van dit moet ik hebben. Dan raad ik je aan om gewoon bij je favoriete webshop of je vaste winkels daar te preorderen. Ik doe weer de code card, maar... Het is een box energie, komt ie. Het is een Smeargle en een Ryan, moeilijk uit te spreken. Weet je, vooral op dit moment is het gewoon heel moeilijk om aan Pokémon kaart te kopen, omdat de productie nogal achterloopt. Nog steeds wegens COVID. Gaat het nog niet allemaal soepel. Pokémon is ook weer heel populair geworden natuurlijk. Vandaar het is moeilijk om aan producten te komen, waardoor je eerder vroeger gewoon in een winkel kon lopen. Ik heb gekart. En gewoon wat Pokémon pakjes konden kopen. Zijn nu de meeste winkelschappen leeg. Dus daarom raad ik wel aan van mocht je een set echt heel graag willen openen. En je weet ook wat voor producten je wil. Probeer te pre-orderen bij je favoriete winkel. Zodat je eigenlijk bijna zeker weet dat je het product krijgt. Het is niet altijd op release date. Maar je weet wel zeker dat je het krijgt.
Kleine tip. 4. Er gaan nog veel meer producten openen van Evolving Skies uiteraard. Bravery. Teddy Ursa. Mijn bulkstapel wordt heel groot. Mareep. Kom op. Tentacool. Hoppip. De gloves. En een Dragazold V. Vind ik een mooi hoor. Kijk ons gaan. Maar we gaan nog veel meer producten openen van Evolving Skies. De blisters moeten we nog doen. We gaan single packs openen. Wacht, dat was een groene. Gewoon puur om te kijken wat de hit rates hierin zijn. Ik ben ook heel erg benieuwd. Hoeveel krijg je nou echt daadwerkelijk uit een boosterbox? En je betaalt er €130 voor. Het is een hoop geld om zoiets aan te schaffen. Dan ben ik toch altijd wel benieuwd van... Hey, hoeveel krijg je nou uit zo'n box? 1, 2, 3, 4. Want dit was een witte codecard. Gaan we weer. Lightning Energy. Ombre. Ice Pop. Crafty. Eevee. Beauty Fly. Hitmonchan. Lotad. Sableye. Profius. En... Een Commodore VMAX. Een hoop afval op een kaart. De VMAX. Ik grap je. Hartstikke coole kaart. We hebben al 3 VMAX'en gepoeld. En officieel is de linkerkant van de boosterbox nu leeg. Dat de boosterbox een beetje opzij schuiven. Zodat we meer ruimte hebben voor alle hits die we hebben. Maar tot nu toe. Uit één kant. Oftewel, wat zijn dat? 18 kwakjes hebben we 5 hits. Maar spoiler alert. Waarschijnlijk zullen jullie het al maar een boosterbox... is bijna onmogelijk om in 10 minuten te openen. En daar ook nog van te genieten. Dus deze gaat wat langer duren. Maar ik ga proberen alle volgende video's die ik maak onder de 10 minuten te doen. Ik snap het ook wel. Iedereen heeft al weinig tijd. Rufflet. Loadhead. Nou, kom op. De groene? Nee. Het is wel een hele mooie holo. Laten we... Het is ook wel cool dat de draakpokémons weer terug zijn. De mensen die niet wisten, de draakpokémons waren heel lang uit de TCG. Dus ze zijn weer terug. Kleine spoiler voor als je de vorige video nog niet hebt gezien. Er waren hele mooie pools. Het is zeker de moeite waard om dat even te kijken. Daar openen we dus 2 Elite Trainer boxen. Ook van Evolving Skies. En de pools waren goed. Ik ga niks spoilen. Als je de video niet hebt gezien, als je de video wel hebt gezien, dan weet je al wat de hits waren. Maar dat was niet slecht, echt niet. Hoe dieper we in deze boosterbox komen, zal ik jullie eerlijk zeggen, word ik zenuwachtiger en zenuwachtiger. Oké, okay. Groene, codecard, alsjeblieft. 1, 2, 3, 4 dot en een pincer. Air. Ik ben ook benieuwd of jullie gebruik maken van die codecard trouwens. Ik speel het zelf niet meer. Ik heb het heel af en toe gedaan hoor. Gewoon online Pokémon spelen. Maar nooit echt heel fanatiek. Gewoon heel af en toe start ik het op. Dus ik ben ook wel benieuwd of jullie ook echt gebruik maken van die codecards. Volgens mij wel. Ik heb het ooit een keer geprobeerd. Maar dat is wel een tijdje terug van een video om de codecards in te voeren. Toen wou ik spelen. Ik denk, oh ja, misschien heeft wel niemand ze geclaimd. Maar dat was wel zo. Alle codecards waren al geclaimd. 1, 2, 3, 4. Kom op. Boosterbox wordt kleiner, leger en leger. En een beetje zenuwachtig te worden. Pikachu. Pumpkaboo. Rufflet. Loadhead. Emolga. Kom op. Elemental Badge. En... Oh, Noivern V. Ook zeker niet. Zeker niet slecht. En het is misschien een niet populaire mening, maar Noivern V Altart. Dat vind ik echt de mooiste Altart in deze set. Het is zeker niet de meest waardevolle kaart. Voor mij is dat de Rayquaza VMAX Altart. Special Art. Maar de Noivern vind ik persoonlijk de mooiste. Ik vind ik echt heel mooi gemaakt. Ik kom nu wel even in het scherm zetten, dan weet je hoe die eruit ziet. Waarom ik hem ook zo mooi vind. Nuzleaf. Golduck, Rubber Gloves, Hitmonchan, Fletchling, Tentacle, Pikachu, Pidot, Eevee. Achter de Eevee zit een Entei. Oh, oké, okay. Entei is wel een hele vette kaart trouwens. We hebben nog geen Secret Rare gepulled volgens mij, als ik dit zo zie.
De Secret Rare is alles boven het nummertje 203. En deze set bestaat officieel uit 203. En alles boven de 203 is een Secret Rare. Je bent niks gegarandeerd in de boosterbox. Laat dat duidelijk wezen. Maar vaak poel je wel op zijn minst één Secret Rare. Ik hoop dat onze Secret Rare toch echt gewoon altijd uit D-Max is. Dus we hebben nog geen Secret Rare gepoeld. Dus ik heb nog hoop. Ik geef de hoop niet op. Tentacool. Pikachu. Seedot. Oké, Pumpkaboo en nog een NT Holo. Ik weet dat ik zei dat ik een mooie kaart vind, maar je kan overdrijven kopen. Ik denk niet dat ik hem twee keer wil. Een paar pakjes. Oh, een groene codekaart. Oftewel, geen V of Holo. Dat was een Flapple Rare. Een draak-Pokémon, by the way. Een Flapple. Een appel. Een draakappel. Ja, dat is, ja, ze verzinnen wat. Prachtig. Codekaart. Een groene weer. Jongens, ik begin nu heel zenuwachtig geworden. Zubat. En een Flapple. Alweer. We zijn aangekomen bij de laatste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakjes. Kan nog steeds natuurlijk. 6 pakjes. 6 hits tot nu toe. Geen Secret Rare. Tenminste één Secret Rare Pokémon. Kom op. Hier is de codekaart. Was een groene. We skippen door. Naar Kiglyph en Trophius. Oh jongens. De groene codekaart. Oh nee. Lillipup. Seismitoad. De rare. Laatste vier pakjes, jongens. Kom op. Doe even een duimpje omhoog voor geluk. Dat werkt echt. Doe even een duimpje omhoog voor geluk voor de video. Oh. 1, 2, 3, 4. Albrecht, mochten jullie meer Pokémon openingen willen zien? Subscribers, om die te subscriben. En dat waardeer ik enorm. De vorige video is ook goed bekeken. Flink wat nieuwe subs. Hartstikke bedankt daarvoor. Dat waardeer ik enorm. Ik hoop ook dat jullie dit leuke video's vinden. Zwaaiduk. En dit is onze... Hartstikke mooi. Dit is onze Secret Rare. Medicham V. Full Art. Je kan ook zien. Ik ga hem even scherp stellen. Uitleg. Dit is niet de Secret Rare. Oh, we hebben nog kans. Ik ben helemaal in de war. Excuus ervoor. Ik heb heel veel Japanse geopend. Japanse boosterboxen, et cetera. En daar is een Full Art wel een Secret Rare. Daar ik even in de war was. Nogmaals, je bent niks gegarandeerd. Was het nou een groene of een... Maar was het een... ABBN, sorry. Ik ben niks gegarandeerd natuurlijk. En we hebben al aardig wat hits. 7. Kan meer. Witte codekaart, kom op. Eén laatste pakje. Ik zal hem nog even de zekerheid scherp stellen als het nog niet was. 1, 2, 3, 4. Pure energie. Fletchlinger. Kom op. Lantern. Spirit Mask. Evelyn. Ik ben een alternate art. Hey, Moga. Tentacool. Oh. Het is weer een Gyarados VMAX. Laat alsjeblieft weten in de comments of het jou al eens een keer overkomen om twee keer dezelfde kaart uit één boosterbox te poelen. Laatste pakje. Nogmaals, duimpje omhoog voor geluk. Laten we hopen dat hier een alternate art in zit. Maar we gaan door. Volgende video gaan we nog eentje openen. Ik weet niet wat voor product. Ik wil alle producten openen. Dit is een groene codekaart. Helaas. Alsjeblieft. Daar komt ie. Het is een... Nou ja. Hier gaan we de video mee afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Nogmaals, laat in de comments weten wat je vindt van het groen en wit. Subscribe als je nieuw bent. Dat wordt ook zeker gewaardeerd. En in de volgende video gaan we 100% een alt uitpoelen. Echt, ik ga niet opgeven. Nooit. Geef niet op. Doe ik niet. Dankjewel. Tot de volgende.